Wij zijn Nathalie en Danny. We hebben veel gereisd binnen en buiten Europa. Een camper was echter al lang onze droom. Deze is nu uitgekomen en nu zijn we klaar om Europa op een andere manier te ontdekken. Via weekendjes weg en reizen. Komen jullie mee? Hallo iedereen, we kunnen er weer een nachtje op uittrekken. Dit keer gaan we naar de Lommelse Sahara. Deze is gelegen in Lommel, tegen de Nederlandse grens in Belgisch Limburg. We moeten er wel eventjes de Brusselse file voor trotseren. Wat een leuke kamperplek is dit. Ze werd ons aangeraden door kennissen en bevindt zich pal aan het begin van de verschillende wandelingen in de Lommelse Sahara, net aan het kanaal. Voorzieningen zijn er niet, maar dat geeft niet als je rekening houdt met het prachtige uitzicht dat je hier hebt. Nog eventjes een snelle lunch en dan zijn we klaar om onze wandeling van 6 kilometer aan te vatten. De toon is meteen gezet en belooft veel goeds voor het vervolg. Wat een feeriek prachtig landschap vindt men hier. In de verte zien we de uitkijktoren al. Van waar je naar het schijnt een prachtig zicht hebt op de hele Lommelse Sahara. We komen ook langs de voetgangersbrug, een mooi bouwwerk dat kronkelend aangelegd is. De wandeling vangt al meteen goed aan wanneer we aalscholvers spotten.
Je kan hier echt tot rust komen. Al zal dat denk ik bij mooi weer tijdens het zomerseizoen wel anders zijn. Nog even een korte pauze en dan is het tijd om de uitkijktoren te beklimmen. Danny zal zien tot waar hij geraakt, want die heeft last van hoogtevrees. En het is niet gelogen, van hieruit heb je een prachtig zicht op de meren van de Lommelse Sahara en de wijde omgeving. Al was het niet tot boven, maar Danny is er toch in geslaagd een aantal trappen omhoog te gaan en aan de reling naar het prachtige uitzicht te kijken. Door de naaldbossen kreeg je hier echt de sfeer van de Franse naaldbossen langs de kust. Enkel de zon was de grote afwezige. We kunnen niet wachten om de zandvlakte te zien.
Deze enorme zandvlakte is ontstaan doordat de vegetatie de luchtvervuiling van een zinkfabriek tussen 1900 en 1940 niet overleefd heeft. De plassen ontstonden doordat er tussen 1920 en 1925 zand gewonnen werd. Om verdere uitdijning van de zandvlakte te voorkomen, werd na de Tweede Wereldoorlog naaldbebossing aangeplant. En intussen is dit ook beschermd natuurgebied. Gelukkig maar! En de ganzen, die gingen rustig door met wat ze aan het doen waren wanneer je ze voorzichtig benaderde. Het is hier nu een oase van rust. Op beelden die ik al gezien heb bij mooi weer tijdens de zomermaanden, kan het er hier net wat anders aan toe gaan en is het hier veel drukker. Dus al ontbrak de zon, toch zijn we blij dat we in deze periode naar hier gekomen zijn. Op de terugweg komen we dan ook nog door bosland. Dit werd aangelegd zodat kinderen kunnen spelen, maar wel allemaal met natuurlijke materialen, die heel mooi in de natuur opgaan. Na een wandeling van een zestal kilometer zien we onze Rafael alweer staan. Na onze wandeling kunnen we wel iets eten. En ik maak een Bretonse galette, maar met Italiaanse twist. Met mozzarella, zongedroogde tomaatjes, pesto en rucola. En om de avond af te sluiten, nog een lekker dessertje. Met dit zicht wakker worden? Onbetaalbaar.
aangezien het vanochtend wat regent, hou ik me eventjes bezig met het volgende projectje voor de camper. En dat is natuurlijk heel relaxerend. Voor we naar huis vertrekken, willen we toch nog een beetje gezonde buitenlucht opsnuiven. Vandaar dat we nog eventjes een korte wandeling doen. We dachten enkel langs het kanaal te wandelen, maar we konden het ons toch niet laten en zijn nog eventjes het natuurpark ingetrokken. Het wordt stilaan tijd om afscheid te nemen van deze magische plek. En na het horen van tikken in de bomen, zien we op de valreep nog een kleine specht in de top van de boom. Na een late lunch rijden we nog eventjes over langs een filiaal van onze camperdealer in Geel, waar je tegen een kleine vergoeding ook je camper kan verzorgen. We kunnen alweer terugblikken op een kort maar zeer geslaagd weekend en kijken al uit naar het volgende. Al zal dit eventjes duren, gezien we een paar weekendjes andere verplichtingen hebben. Bedankt om ons te volgen tot op het einde. Vonden jullie dit nou een leuke video en willen jullie meer van ons zien? Klik dan op abonneren.
Een duimpje vinden wij natuurlijk ook altijd leuk. Hopelijk tot de volgende keer!